Goedendag. Na een regenachtige nacht vooral in de zuidelijke helft van het land... hebben we nu te maken met een noordwestelijke wind vanaf de Noordzee. En die windrichting voert hele schone lucht aan. Die blauwe luchten op veel plaatsen, wat we de afgelopen dagen natuurlijk gemist hebben... door de pollen, maar ook door het Sahara-zand. Vanuit de satelliet zien we dat ook. Nederland, grotendeels in de zon. Alleen Zuid-Limburg heeft nog met wat bewolking te maken van die storing die afgelopen nacht is gepasseerd. Maar dat trekt snel weg. En wat volgt is een vrij zonnige middag op veel plaatsen. In het binnenland kunnen wel een paar stapelwolkjes ontstaan. Maar het blijft overal droog. En de temperatuur loopt op naar 9 tot 11 graden van noordwest naar zuidoost. Daarbij staat een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Komende nacht blijft het vrij helder, maar vooral in het midden en zuiden kan op veel plaatsen wel mist gaan ontstaan. Die mist kan lokaal dicht worden, dat is in zicht minder dan 200 meter. En op bruggetjes is plaatselijk ook wat gladheid mogelijk. De temperatuur zakt naar waarde rond het vriespuntland inwaarts. Langs de kust wordt het niet veel kouder dan 2 of 3 graden boven nul. Morgen start op veel plaatsen nog met wat mist, maar in de loop van de ochtend trekt die mist op. En op steeds meer plaatsen breekt de zon dan door. In het binnenland is er opnieuw kans op een paar stapelwolken, maar het blijft overal droog. De temperatuur komt uit rond de graad of 10 en daarbij staat niet al te veel wind. De dagen daarna verandert er weinig. Het blijft overwegend mooi. Voorjaarsweer, vrij veel ruimte voor de zon, lage neerslagkansen. Misschien dat er dinsdag of woensdag een enkel buitje valt, maar verder is het droog. Overdag worden de graad of 10 tot 12 in de nachten eerst rond, later iets boven het vriespunt. En over het algemeen staat er weinig wind. Ik wens u nog een mooie dag.